Dit is bespreking van het vijfde en laatste stukje van paragraaf 13 van Apurba Condita 30. Syphax is als krijgsgevangene voor Scipio geleid. En in het voorafgaande hebben we Syphax horen zeggen dat hij nooit had moeten trouwen met de Carthaagse Sophoniba. Dat was het begin van al mijn ellende, zegt hij. Syphax is dus aan het woord. Hij spreekt in de accusativus cum infinitivo, dus in de indirecte reden. De eerste ACI hier is regiam conflagrasse. Conflagrasse is hetzelfde als conflagra vissen, dus de infinitivus van het perfectum. Dat het paleis in vlammen was opgegaan en hij heeft het over regiam suam, zijn eigen paleis. Dus Syphax zegt dat zijn paleis in vlammen is opgegaan door die huwelijksfakkels, metafoor natuurlijk, door zijn huwelijk. De Romeinse huwelijksceremonie hield onder andere in wat gezwaai met fakkels. Een fax, genitivus facis, is een fakkel. Nuptialis betekent van het huwelijk. Dus Syphax zegt, door mijn huwelijk met Sophoniba ben ik verloren gegaan. Elam, dat zij, dus dat is Sophoniba, en hij noemt haar een furiam pestemque, dat die furia, die furie, avertisse, had afgeleid, opnieuw een ACI, die furia en die pest, dat dus Sophoniba, animum suum, zijn geest, had afgeleid, omnibus delenimentis, met allerlei, met alle soorten verlokkingen, had afgeleid en van zichzelf vervreemd en gek gemaakt, zou je kunnen vertalen. En dat die Sophoniba daarmee niet was opgehouden, zij was niet tot rust gekomen, donec, totdat zij had aangetrokken. Dus de conjunctivus in doerit, die hoort bij het voegwoord donec. Totdat zij zelf, sibi, aan hem, dat is dus Syphax, had aangetrokken, zijzelf, manibus suis, met haar eigen handen. Wat had ze hem aangetrokken? Nefaria arma, schandelijke wapens tegen zijn gastvriend en vriend. Dat is dus Scipio. Dus die Sophoniba, zegt Syphax tegen Scipio, heeft mij ertoe aangezet om tegen jou te gaan vechten. Een hospes, dat is nog een privé, tamelijk formele relatie. We zijn gastvrienden van elkaar. Betekent dat we bij elkaar kunnen logeren als we in elkaars steden zijn. Amicum is meer persoonlijk. Dus kennelijk zegt Syphax tegen Scipio, wij waren toch persoonlijke vrienden. Scipio spreekt verder. Dat aan hem, voor hem. En bij dat voor hem, daar staat daarvoor een dativus met twee PPP's. Aan hem, perdito, ten onder gegaan, toch, en aangeslagen en ten val gebracht, dat er voor hem dit was, dat er voor hem hoc esse, dit, en dat dit wijst vooruit naar die bijzin die begint met quod, dat het volgende voor hem verloren en aangeslagen in zijn ellende, dat het volgende van troost was, staat er letterlijk. Dus dat hij troost put uit de volgende dingen. Welke dingen is dat dan? Quod, dat hij ziet. Dat videat, dat hoort bij quod. Dat hij ziet. Pestem ac furiam transisse. Van dat videat hangt weer een ACI af. Dat de pest en furie was overgegaan. Dezelfde pest en furie was overgegaan. Daarmee wordt dus Sophoniba bedoeld. Dus het troost mij, zegt Syphax, dat ik nu zie dat Sophoniba, dezelfde pest en furie, dat die is overgegaan in naar het huis en de huisgoden. Dus die Sophoniba, die woont nu bij. Die is overgegaan naar het huis en de huisgoden van de meest vijandige van alle mensen. Daarmee wordt uiteraard Massinissa bedoeld. Dus Syphax zegt, het troost mij nu dat ik zie dat deze verderfelijke vrouw Sophoniba nu in het huis van mijn ergste vijand woont. Want daar gebeurt ongetwijfeld hetzelfde, zegt hij in het vervolg. Neque en niet. Massinissam esse, dat Syphax nog steeds aan het woord. Syphax zegt dat Massinissa zeker niet verstandiger
en ook niet standvastiger is dan Sifax, dus dan mijzelf, zegt Sifax. Hij spreekt hier over zichzelf in de derde persoon. Zelfs, zegt Sifax, zal die Massinissa incautiorem zijn, roekelozer, als gevolg van zijn jeugd. Juventa is een ablativus, door zijn jeugd. Kerte, zeker, dat die is dus Massinissa, dat die haar zeker had gehuwd, doekeren is meevoeren letterlijk, dat die haar zeker had gehuwd op een nog dwazere en een nog onbeheerstere manier haar had gehuwd. Eam is dus Sophoniba, dan hij zelf, met C is weer Sifax, dan hij zelf. Dus die Massinissa, zegt Sifax, die is nog onbezonnener dan ik, toen ik met Sophoniba huwde, en nu doet Massinissa hetzelfde.